Met de rug in het gras, de neus in de wind. Confetti dat dwarrelt, roet geen groen getint. Bruksje met lokken, je serpentine. En dan in de la, zo schoenen te zien. Het huppel weer weer van prinsen genoten. Allemaal weer op een neus in creaties gegoten. Ik schoene en schroeter daarna door jou. Ik zing, dans, hoor al hoe de kast en beter dan dat. Je loopt neer in de pas, spring, hos en het leeft niet alleen. Dus vier ik je te leven zonder chagrijn. Weer samen, wie ziet dat huur? Weer hebben de dag van ons leven. Vastelavond, dat is voor rust medicijn. Je pilken of smeersel, je dat in je nog. Zit in een glas en het kunt van alleen. En het helpt ons bij alles snel boven. Ik zing, dans, hol al uit de kast. En beter dan dat, loop neer in de pas. Spring, hos, en het leeft niet alleen. Dus vier ik het leven zonder chagrijn. Weer zien vrijdag lang, van zorg en leed. Als wie een wonder genezen. Dus kom weer samen. Optreden van Katja Hens in het Brouwhuis in Gulpen. Even kijken of we dat wel geweest zien. We zien geweest in een hoeskamer. We zien geweest boete bij een zorgcentrum in een gemeentehoes. En Robert Loze van de organisatie in het Brouwhuis. Bewust gekozen voor verschillende locaties, denk ik. Ja, we hebben bewust gekozen. En vooral om de doelgroepen een beetje te cachet te geven. De gemeenteprins, als zijnde de carnavalsverenigingen uit Gulpen-Wittem. Dan de ouderen in het bejaardentehuis. Of ja, dat heet, ja, ik weet het, dat heet tegenwoordig anders volgens mij. Ja, ja. En dan voor Katja, voor de brouwerij, voor de kasteleins. En wat houden we dan nog? Even denken. Want ik wij zitten nog bij gemeentepoes. Ja, we zitten bij gemeentepoes. Ja, en daar zitten de kinderen. En die willen natuurlijk ook carnaval vieren. En zodoende heb ik vervolgens mee een paletje geschakeld. Wat een beetje de carnaval weergeeft. Ja, dat vergt een hele grote organisatie, denk ik. Gans anders dan andere jaren. Ja, het is totaal anders dan andere jaren. En met steeds weer veranderende regelgeving is het ook iedere dag bijstriepen. En het wordt niet makkelijk. Ja. Maar voor Vonken, het allermakkelijkste is om niks te doen. Ja. En ja, een beetje carnavalist, dat zet vergunt niet niks doen. We willen echt het doen. En goed, we hebben uiteindelijk gekozen om een bepaalde manier... Ja. Toch het cachet aan die afsluiting van de Vastelavond te geven. Ja. Want het is een vreemd jaar natuurlijk. Hè? Van begin, wie is het eigenlijk? Ja, het is eigenlijk een heel wazig jaar. Ja. Hè? Uiteindelijk is de carnaval wel op 11-11 gestart. En dat is ook de reden geweest dat we gezegd hebben, oké, als er gestart wordt, betekent ook dat ze moest sleten. Ja, ja. En aangezien voor altijd sleten in Gulpen,
heb voor besloten dat dit jaar ook te doen. Ja. Als L1 zien we niet overal bij, maar er zien nog meer optreden straks. Hè? Ja, voor ons straks in een livestream. Daar zijn ook een aantal artiesten aanwezig. De opnames die door L1 gemaakt zijn, komen door straks ook in terug. Ja. En uiteindelijk sleet voor traditioneel af met het masker in de ton. Ja, en natuurlijk ook met Frans Kronenberg. En met Frans Kronenberg. Ja, ja. Kijk, tradities moesten in. Ja, precies. Ja, tradities moesten in ere houden. Ja. Wat wil je dat deze grote groep van de finale, wat dat voor gevoel geeft bij de mensen? Nou, vooral het gevoel van dat uiteindelijk toch een beetje dat vastelovens gevoel creëren. En het is natuurlijk nog pijnlijker dat we dit jaar al heel weinig houden en nog moeten afsluiten met nog minder. Maar hopelijk daardoor echt het gevoel creëren om volgend jaar echt vol vanaf 11-11 in dat vierde seizoen te gaan. Ja, en we zien al halverwege, maar is wel het gevoel dat het gaat lukken vandaag? Ik heb nog niet alle opnames gezien, maar van mijn eigen gevoel komt het eruit wie ik het zelf in de kop hou. Dus ik heb het idee dat het wel gaat lukken, ja. Ik denk dat het wel goed komt, Robert. Denk het ook. Dank u wel, Robert Loosen namens de organisatie. Ja, we hebben die optredens allemaal al gezien. En wij steken zo de weg over de afsluiter te zien van die grote finale van door Frans Kronenberg.